Voorzitter, de overheid heeft Humaira Erkin-Kandli en haar familie echt gruwelijk in de steek gelaten. Keer op keer kwam ze naar de politie voor bescherming en keer op keer werd het contactverbod geschonden en kreeg ze steeds verschillende mensen te spreken, maar geholpen werd ze niet. En de angst, als hij haar 50 keer op een dag belde, haar bedreigde en ook het wapen liet zien waarmee hij haar later doodschoot. En het verdriet, ook om de angst van je ouders en om het verlies van je gewone leven, zeker ook wanneer je werkgever vraagt of je ontslag wil nemen omdat hij geen problemen wil en niemand die je beschermt. En mijn gedachten, net als veel collega's, gaan uit naar de familie. En het is ook meer dan terecht dat de minister vanuit zijn functie excuses heeft aangeboden. Maar voorzitter, die afschuwelijke en vermijdbare dood van Humaira is geen incident. Vrouwen worden bij stalking structureel te weinig beschermd. En vannacht kregen we het verhaal van Mila toegestuurd. En dan zijn er de nieuwe procedures, zoals we al hadden besproken, van na de moord op Linda van der Giezen in 2015. En de minister heeft nu beloofd dat die procedures vanaf nu echt, dan nu echt, worden opgevolgd. Maar dan blijken er toch weer vrouwen te zijn waarvan de ex niet accepteert dat de relatie ten einde is, die maar blijven stalken, die contactverboden negeert en dat die niet wordt aangepakt. En voorzitter, als zo'n man wegkomt met het schenden van een contactverbod, stelselmatig, dan sterkt het hem. Dan geeft het hem een gevoel van onoverwinnelijkheid, van macht. En dan kan hij verder gaan. En het is cruciaal om hem te stoppen, om aan te spreken, telkens weer. En gaat de minister daarvoor zorgen? En voorzitter, GroenLinks wil dat vrouwen die bedreigd en gestalkt worden en bij wie het risico op escalatie groot is, hoog is, dat die allemaal zo'n rode knop krijgen. Een alarm. Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister. Want we kunnen praten over hogere straffen en GroenLinks is daar ook voor. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste lik op stuk om een einde te maken aan het eindeloze getreiter. En voorzitter, ik wil weten hoeveel aangiftes in 2019 zijn gedaan wegens stalking en wegens bedreiging. En hoeveel hebben geleid tot een individuele risicobeoordeling, zoals zou gaan gebeuren. En hoe vaak is er ook echt een casusregisseur aangewezen. Iemand die het centrale aanspreekpunt is en die zorgt dat niet alleen de dader wordt gepakt, maar het slachtoffer ook wordt beschermd. Bij seksueel geweld worden gespecialiseerde zedenrechercheurs ingezet. En is zo'n specialisme ook niet nodig bij stalking, vraag ik de minister. Ten slotte nog twee punten. In 2018 waren er 76 mensen vermoord in Nederland. En in 20% ging het om een afrekening in het criminele circuit. En terecht besteden we daar heel veel aandacht aan in deze Tweede Kamer. We vinden dat onaanvaardbaar. Maar er zijn ook 43 vrouwen vermoord. En 33 daarvan werden vermoord door hun partner of hun ex-partner. Driekwart. En dat wordt vaak gezien als een verdrietig gezinsdrama. Maar er zit veel meer achter, namelijk het traditionele idee dat een vrouw zich moet voegen. Dat zij niet zelf mag beslissen hoe en met wie ze haar leven wil leiden, maar dat hij beslist. Of zoals de belager van Mila zegt, ik geef haar van mijn leven niet op. En daarmee zijn die vrouwen geen slachtoffer van de liefde, zoals Dagblad Trouw schreef, maar van het waanidee dat mannen de baas zijn. En we moeten eerlijk zijn dat dat idee bij heel veel van die zaken waarbij een vrouw wordt vermoord een rol speelt. En dan mijn laatste punt. Waarom is de dreiging en stalking van Humaira ingeschat als een geval van eerwraak? En wat was ook het gevolg hiervan? En wat wordt ermee bedoeld dat de primaire insteek van veilig thuis was om de eer binnen de familie te herstellen? Wat hebben wij als overheid met die eer te maken? Het gaat erom dat iedereen met zijn poten van elkaar afblijft. Niks eer. Graag een reactie. En voorzitter, ik hoop met heel mijn hart dat de minister aan de veiligheid van de slachtoffers van dreiging, geweld en stalking prioriteit geeft. En dat de afspraken nu ook echt in de praktijk worden gebracht. In nagedachtenis van Humaira en zodat vrouwen als Mila weer vrij kunnen zijn in dit land.